Ajax bereidde zich zaterdagmiddag in de Amsterdam Arena voor op de competitiewedstrijd tegen FC Groningen. Daley Blind was daar echter niet meer bij. Trainer Frank de Boer zag zijn sterkhouder namelijk naar Manchester United vertrekken. Wanneer hoorde jij dat een transfer eraan zat te komen? Vrij laat. Ik denk een uur of 8 volgens mij, 's avonds, dat het eigenlijk de kogel door de kerk was. Verrast uiteindelijk, toch nog? Jawel, want er was eigenlijk helemaal geen signaal vooraf. Tuurlijk waren er wel geruchten, maar naar Ajax toe eigenlijk helemaal niet. Natuurlijk hou je er altijd wel rekening mee. Alleen het is soms prettiger als het 2 weken van tevoren is. Want dan heb je meer tijd om daarop te anticiperen. Hebben jullie sinds zeg maar gisteravond nog contact gehad? Ja, ik heb hem toen het daadwerkelijk helemaal rond was, heb ik hem gebeld en hem gefeliciteerd. Ja, met zijn fantastische ontwikkeling natuurlijk en dat hij eigenlijk zo'n fantastische transfer heeft verdiend. En nogmaals succes gewenst. Je hebt niet geprobeerd om hem toch nog over te halen? Nee, want ik had hem de dag ervoor al gesproken. Ik zeg, Manchester United is gekomen naar Mark toe. Die dag ervoor, met een heel serieus bod. Ja, toen wisten wij eigenlijk al, ja, dat ligt eigenlijk zo dichtbij bij onze vraagprijs. Ja, daar zullen ze altijd uit gaan komen. Dus ik had hem gevraagd hoe hij erin zit. Hij zegt, ja, dit is wel een club waar ik dan wel heel graag naartoe wil. En ik heb wel gehoord dat Daley, zeg maar, dat heeft hij dan zelf tegen me. Dat bijvoorbeeld internationale heel erg geïnteresseerd was, maar dat hij daar eigenlijk niet naartoe wil. En dat hij echt alleen maar naar een club waar hij een goed gevoel bij had. Hoe is jullie band geweest de afgelopen jaren? Ja, altijd heel goed. Ik denk dat ik altijd heel duidelijk ben naar hem toe geweest. Hoe de vork in de steel zit op dat moment, bijvoorbeeld 2 of 2,5 jaar geleden en hoe ik hem zie. En ja, altijd... Ja, goed met hem kunnen opschieten, omdat ik vind dat hij een speler is die niet zomaar een bal de tribune inschiet, maar altijd denkt om vooruit te spelen. Ja, was wel een type speler naar mijn hart, ook hoe ik zelf was natuurlijk. Hoe vangen jullie dit op? Nou ja, we hebben natuurlijk Nick Viergever eigenlijk daar al voor gehaald natuurlijk. Die kan natuurlijk op meerdere posities, maar die speelt er niet voor niks natuurlijk in die controlepositie. Omdat wij wisten natuurlijk dat dat zou kunnen gaan gebeuren met Daley. We gaan niet zomaar de knip opengooien. Het moet echt een toegevoegde waarde zijn. En dat heb ik dus nogmaals gezegd tegen de selectie. Dan zal iemand, zullen andere jongens, misschien 1 of 2 jongens moeten opstaan om zijn plaats te vervangen op dat moment. En dat zijn altijd mooie processen. En nu? Daley blijven volgen daar in Manchester? Ja, maar dat doe ik met Eriksen, Vertongen en Vunnen en niet eigenlijk iedereen die hier uiteindelijk weg is gegaan. Ja, daar kijk ik toch geïnteresseerd naar hoe zij, hoe hun ontwikkeling op dat moment weer is. Of ze kunnen aanhaken in een grotere competitie.